Ja, vandaag is commandooverdracht. Ik moet zeggen, dat is best wel een ingrijpende gebeurtenis. Ik heb 3,5 jaar lang heb ik het commando over de landmacht mogen voeren. Ik heb me daar ook altijd bevoorrecht bij gevoeld. Overal waar ik kwam, of dat nu was bij trainingen, binnen en buitenland, of dat nu was bij inzetgebieden, of dat gewoon was op de kazernes. Overal trof ik mensen die voor de volle 100% voor hun taak stonden. En dat is geweldig om te zien. In dat licht doet het me ook wel een beetje pijn dat de landmacht zo zwaar getroffen is. Wij nemen met de huidige reorganisatie nemen we eigenlijk 25% in omvang af. En daarmee nemen we bijna 50% van de defensiebrede reductie voor onze rekening. Mijn nuchtere ik zeg me, dat is nu eenmaal een politieke keus, punt. Maar ik hoop wel dat Nederland daar niet de rekening voor gepresenteerd krijgt in de toekomst. Op het moment dat we capaciteiten nodig hebben die we nu aan het wegbezuinigen zijn. Zojuist heb ik het bevel aanvaard over het commando land strijdkrachten. Voor mij een grote uitdaging om te doen. Ik ben ervan overtuigd dat we een grote toekomst hebben. Maar ik weet ook dat we eerst door hele moeilijke tijden heen moeten. Ik weet heel goed dat een van de vier mensen die we nu hebben over een aantal jaren geen baan meer bij ons heeft. Maar ik weet ook dat de landmacht onmisbaar is binnen Defensie. Want de landmacht en de krijgsmacht zijn de enigen die kunnen vechten. Niet omdat we willen vechten, maar die kunnen vechten als het moet voor de belangen van ons land. En bepalend daarin is de mens. En het succes van de landmacht wordt bepaald door de mens. En daarom ben ik ontzettend trots om deze maand te mogen hebben.